Goedemorgen, het is maandag. Het is 10:30 al. Ik heb al wat dingetjes gedaan, maar ik zit nog steeds meer in mijn crash. Dus ik ben even niet blij. Maar goed, het is maandag. Het is ondertussen 11:30 en ik heb nog echt geen kloot kunnen doen. Hallo, mijn haar. Ik hoor nog in mijn nest te leggen. Dit is te vroeg voor mij. Het is 11:30. Ja, en? Gisteren ook. Ik was de hele dag moe, man. Pas om 5 uur of zo werd het voor mij pas, hoe noem je dat? Dag. En de rest van de dag, de rest voordat het 5 uur was, was het gewoon voor mij nog nacht. En dan kan ik niet slapen. Maar goed, ik ga het zo lunch maken. Sushi. Sushi? Kan jij ook nog wat voor mij leggen? Sushi? Nee, heb ik niet genoeg rijst voor. Sushi. En dan daarna ga ik even lekker onder de zonnebank. En dan hoop ik dat de pijn een beetje zakt. Er zijn nu echt gigantisch veel pijnstillers verder. Ik ga niet eens opnoemen hoeveel. Dus, nieuwtje gaat lekker Netflix kijken. Alleen ik ben verslaafd aan Netflix. Jij bent verslaafd aan Netflix. Rommetjes, Netflix is... Aan de thee en de warme chocomel en Timon. Blijf leuk. Ron en Nio gaan zo naar voetbaltraining. Marosjes bij vrienden. Ik ga lekker afsluiten. Ik ben Estin. Morgen gewoon eens bloedprikken. Dus ik ben benieuwd. Doei. Een goedemorgen. Het is dinsdagochtend, 8 uur. En ik ben aan het wachten tot ze komen bloedprikken. Dus... ik ben benieuwd. En daarna ga ik even mijn dingetjes doen. En vanmiddag heb ik een shoot met mijn neefje. Dus fun. Zijn nog tegen mijn collega, moet ze nog steeds elke week? Nee, niet meer elke week. Nee. Leuk. En even snelle, simpele lunch. Zo, mijn pubers zijn even naar buiten. We hebben een leuke shoot gehad. En nee, dat heb ik niet gevlogd. En oh, motherfucker, ik heb pijn. Ik stond op mijn rotti klaar te maken voor te bereiden. Ik moest echt gaan zitten gewoon. Leuke weekvlog. Zeker. Maar goed. Ik heb even aspirine ingenomen. En dan hoop ik dat zakt zo. En door. Rotti tijd. En het is voor mij lekker bedtijd. Wat rusten. Goedemorgen, het is woensdag. 8 uur, lekker vroeg. En een beetje zon. We zijn vroeg omdat ik een heertje daar aan de kapper moet. En voor die tijd wil ik even mijn boodschapjes doen. Dus medicijntje nemen en dan even het gas erop. En ik ga me klaarmaken om naar de kapper te gaan. Even een beetje knippen. Nio gaat verven. Gaat de onderkant bloem maken.
Dus ik ben benieuwd. En daarna ga ik naar huis, want ik kan niet erop blijven wachten. Dat staat mijn lichaam even niet toe. Dus, maar het is hier om de hoek, dus dat valt dan wel nooit mee. En daarna ga ik proberen te eten. En dan ga ik aan mijn zatersoep beginnen. Ik eet zatersoep vandaag. Lekker. En ik ben weer thuis. En ik heb even lekker mijn trainingsbroek aangetrokken. Want ik ben echt met gierende banden naar huis gegaan. Bij de kapper. Ik heb een beetje pijn. Dus het is weer kort. Nou, kort. Bijgeknipt. Mioetje zit daar nu nog. En dan die ga ik dadelijk ophalen. Of die komt lopen. Dus even kijken op mijn gevoel. Dus. We gaan schortjes proberen. En ik ben de tester voor vandaag. Ik blijf staan. Oké. Een lekkere verse zatersoep. En Ras eet gebakken aardappeltjes, want jullie is geen zatersoep. If you're here for revenge, this is going to end very badly for you. I just want to find out what happened to my wife. I thought you just said that thing. I saw him draining the life out of her. It must have heard me coming. Disappeared. Took her body. They don't found her. En het is alweer bij 7:30 of zo, toch? 7:45 al. Kappertje geweest. Ik ga nou lekker naar bed. Tot morgen. Zo, en het is bijna donderdagmiddag alweer. Ja, bijna. Het is 11:00. Ik heb om 11:30 een afspraak. Daarna moet ik nog even ergens heen. Poeh, rennen en vliegen. Ja, ondertussen ben ik met de site bezig. En wat lentespulletjes in huis, mijne zijn boven. Dus, ik heb niet veel te vloggen vandaag. Nee. Maar als ze wilde een mini-appetitje bakken, maar dat hadden ze weer niet bij de Albert Heijn. Dus misschien ga ik daar nog even naar de Jumbo. Dan heb ze ook wat te doen. Dus. Ja, ze heeft gisteren wel de eerste nagelswatches online gezet. Dat was wel leuk. Gisteren, vandaag is ze online gekomen. Is ze helemaal trots op. Leuk man. Dus, maar goed. Ik ga nog even gaan aan het werk en dan ga ik door. Het ziet er niet echt lekker uit, maar het is peppersam. Daar ben ik echt verslaafd aan geweest, maar ik kon niet meer eten omdat het heet was. Maar ik heb het nou weer gemaakt en ik ga het proberen. Ik heb er trek in. Zo, het is 3:15. Ik lig even lekker in bed. Met een lolly. Ik ga even mijn vlogjes kijken. En een beetje opwarmen, want ik heb het koud. En ik ben een beetje verkouden aan het worden weer. Ik wil niet ziek worden. Dus, maar ik heb mijn dingetjes gedaan vandaag. Ik ben er wel weer klaar mee. Maar vandaag echt een flutvlog dag. Ja. Maar morgen maken we weer van morgen tot vrijdag. Morgen gaat Rachel mini appeltaartjes bakken. Dat wil ze al de hele week. We waren vanmorgen bij de Albert Heijn, hadden ze die verpakking niet. Dus ze wilde niet meer naar de Jumbo toe, dus dat halen we morgen dan eventjes. Maar goed.
En dadelijk eten we bloemkoolpizza. Of nou, ik en Ras. Gewoon niet al gewone pizza. Ja, verder heb ik niet veel te doen. Vandaag. Nee. Nee. Ja, even douchen. Dat is het enige. Ik wilde ook nog onder de zonnebank. Maar dat gaat niet meer worden. Dus ik ga even mijn dingetje kijken. Mag je al je pizza's? Tomatensoep. En even champignonsjes bakken voor op de pizza. Dit is zo lekker. Dit is echt heel lekker. Het recept staat ergens op mijn website. Wat eet jij? Een gezonde pizza. Een gezonde pizza. Ook een bloemkoolpizza. Welke bloemkoolpizza? Je hebt champignons erop. Ja, eentje maar. Dus ik ga eten. Zo, doos make-up los. Het is 7:30. Ik heb lekker een warme douche gehad. En ik ga lekker mijn bed in. Lekker slapen. Morgen is het vrijdag. Bijna weekend. Welterust en tot morgen. En het is ondertussen al vrijdagmiddag. En het is hier chaos. Eentje op de bank. Netflix kijken. Allemaal in de keuken. Die gaat kleine appeltaartjes maken. Dus. En mijn materiaal zit in de oven. Dus moet ik even wachten. Ik ga nu aan het werk. En ik ben nog even bij het kruidvat geweest. Project ontplofte keuken. Oh my god. Maar goed, zij is lekker bezig. En ik ga lunchen. Ik heb toch maar weer peppers zalm gemaakt. Want het smaakte gisteren zo lekker. De gestoomde zalm. Sojasaus met chin of gember erin. En een shitload aan wasabi. Lekker. Zo, het is vrijdagavond. 7:15 of zo. Weekvloggen zit erop. En ik moet zeggen dat het echt pittig was. Ja, en ik sta ook niet helemaal achter met wat ik allemaal al gevlogd heb, maar het zei het zo. Morgen gaan we weer wel vloggen, gewoon een zaterdag en een zondag vlog. Dus, we hebben een lekker weekje vakantie achter de rug gehad. Ben ik opgeladen? Nee, ik ben kapot. Nee, mijn vakantie begint maandag. Als de kinderen weer naar school zijn, mannetje weer aan het werk. Nou, die was sowieso al aan het werk, maar... Ja, dan begint echt mijn vakantie. We gaan gewoon weer door. Het wekkertje gaat gewoon weer. Ik ga gewoon weer mijn huisje doen. Dus, maar ja, gewoon lekker chill. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En als je nog niet geabonneerd bent en je wil abonneren, even op mijn kop klikken. En ja, ik zie jullie morgen weer. Doei doei!